7. We moeten eigenlijk met 9 scholen tegen elkaar. En we hebben 3 races van 10 minuten. En dan moeten we kijken wie als eerste wint per race. Nou, het wordt vooral opgelet hoe mooi je rijdt en niet en hoe sportief je bent met de anderen. En hoe mooi je rijdt, dus zo weinig mogelijk botsen, moet ik zoiets? Ja, wel zo weinig mogelijk en wel gewoon lief tegen de anderen doen, niet van hé, je bent een loser. Nou, we hebben met Graffiti hebben we hem eerst met rood, geel en goud helemaal gespoten. Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Ongeveer 3-4 weken. Het is de race van het jaar, hè, dit? Ja. Hoe gaat het de eerste keer? De eerste keer ging het heel slecht, want het wiel ging toen kapot. Maar in deze pauze ging het weer goed. Je kan bijna zeggen dat de hele Noordkop wel bezig is, hè, met deze race. Okay. Ja, bijna wel. Ja. Het is echt heel druk. 5, 4, 3, 2, 1. Hoe belangrijk is het om te winnen hier? Heel belangrijk, want de school komt 1000 euro winnen. En wat kun je daarmee doen dan? Ja, wij gebruiken het voor schoolkamp en ook voor allemaal andere leuke dingen.